Nu wel, ik haal alles op elkaar uitgezet. Tom, neem even die twee pillen. Alsjeblieft. Where are you? Are you here? Give me a sign. Where are you? Dat is mooi. Where are you? Are you friendly? Are you evil? Dat weet ik ook niet. Ja. Oh. Tom, kom eens. Waar ben je? Kom. Ik heb gevonden. Oh. Heeft er iemand van ons ook toevallig DOTS projecten? Oh. Cool. Niet? Goed. Was dat voor raar iets? Hoe de fuck veer. Hoe de fuck. Hoe de fuck. Maar heel raar. Wat ik heb. Oh. Want als het goed is, staat alles goed. Dacht ik. Kom, waarom heb je hier alles? Tom, kan jij een camera naar de woonkamer brengen? Want ja, dat is de kozen sowieso. Ja, daar heeft Mike het ook gehoord. Nee, geen. Ja. Oh ja, wacht. Ik ga even ja, ik pak even crucifix, gooi ik even daar neer. Oké, dat is mooi. Ja. Fingerprints en voor een Raichu heb je DOTS nodig nog. Ja, ik ben alweer. Maar Mike, ons kennende, dat ben je sowieso mee eens, is een Obake, want die hebben wij echt elke keer. Echt, ja. Ja, dat is fingerprints alleen. Ja, ik haat dit ding ook. Ik ben een lul. Ja. Nou, wacht even. Ik weet niet of je hier wat aan hebt, want hij was moeilijk snel. Oké, dit is een Raichu. Dit is een Raichu. Hoe heet het?
A right hook can sip some power from nearby make a move. Yeah, right hook. So, kijk. Hop, right hook. Oh ja, ik heb niet. Ik koop even 2 thermometers. Oh, ik ook. Ik heb er al. Hebben we 3 thermometers? Hebben we meer dan genoeg? Ik weet niet hoeveel we hebben in totaal. Ik koop even. Ik heb nog wel. Smudstick. Oh, zo, dat heb ik al. Oké. Nou, voor mij hebben we alles. Ja, maar ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. Ja, wat wacht nou? Discord moet dan heen. Kijken. Waar zijn die media? Nee, dit is er niet. Media is niet. Ik heb hier een video van hoe je dit daar ben ik even video kijken voor. Okay. Okay.
Mike, ik ga nu even luisteren. Wacht, moet jullie even gewoon even praten erin? En dan even luisteren of jullie jezelf horen nu. Nee, nog steeds niks. Fuck. Mikey. Horen jullie me? Oké. Okay. Wat heb ik nou weer verkloot? Godverdomme. Hallo. Oké, okay, ik heb weer eens verkloot. Hallo? Hallo? Maar ik heb geen idee hoe de fuck. Ja. Heel raar. Ja, maar dat is het niet. Dat had ik al gezien. Want dat is voor mp3's en zo. Ja, hier deze. Media source. Ja. Okay.
Ja. Wacht, dan doe ik deze weg snel. Dit is alles. Deze 6. Deze. Deze. Wacht, doe eens even zo. Ja. Die staat aan. Oké, okay, moeten we het eigenlijk even testen? Ja. Oké, okay, wacht, ik start die Steam wel even op. Wacht, ik heb hem hier ook. Ja. Tuurlijk krijg ik eerst de plan. Die staat aan. Oké, moeten we het eigenlijk even testen? Ja, Mike, ik hoor je. Oké. Stop, dat is mooi. You're welcome. Ja, Mike, ik had het net ook hoor. Ik wou even kijken. Ik wou even zelf kijken en hop, 2 reclames. Maar ik vind het nog steeds raar dat je op je eigen kanaal ook reclames hebt. Ja, het is een manier om geld te verdienen. Ja, maar ik vind het, waarom op je eigen kanaal? Dat hoe. Maar we kunnen. Het betekent wel dat we verder kunnen nu, eindelijk. Tommy boy. Ja, maar we gingen toch een echte game spelen, Apex Legends. Mike, alsjeblieft, schaai uit. Schaai uit. Dat hoef ik echt niet. Hallo. Dat merk ik wel. Oké, wel. Mijn eigen audio output is ook hier. Oh. Sorry, ik zat verkeerd te kijken. Dat was mijn eigen domme schuld. Ik zat me. Ja, dat moet ik ook even gaan fixen hoor. Ik weet niet of dat kan en waar. Of ik hem. Mike, weet jij hoe of dat kan, eventueel? Je weet die dingen aan de zijkant die heen en weer gaan, toch? De audio mix. Ja. Kan je die dingen ook verplaatsen? Van omhoog, dat je 2 dingen naast elkaar zet. Want het liefst wil ik dan gewoon de audio output en de audio input naast elkaar hebben. Ik weet niet hoe dat moet. Ik ook niet. Want ja, dat is natuurlijk wel een stukje overzichtelijker. Wacht ik. Nee, dan is het al veel te klein. Is Tommy Boy er ook klaar voor eigenlijk? Oh. Tom. Ik denk dat hij even weg is. En dan meldt hij niet even. Oh, daar is hij. Making a more linear game means a more engaging experience. Story-wise, I'm gonna cut William Afton from the story entirely. Ooh. His story ends in Pizzeria Simulator, him burning to a crisp. This game should instead focus on continuing to help watch Hey, its maar Tom, ben je er al? Ja, ik ben er. Ja. We hebben gefixt dat wij ook te horen zijn op stream. Wat dom, hè? No, I can't be racist anymore. Maar dat zijn we helemaal niet. No comment. Oké, we zijn het een klein beetje op de leuke manier. Basic mechanics like sprinting, jumping, and using the flashlight are all staying the same. Though, I believe the Phaser Blaster and Faz Cam are going to change ever so slightly. The Phaser Blaster can stun animatronics for a shorter duration, as it gives the player more ability to stun the animatronics. So on that, Gozer, wat zit jij te kijken? Patch, they did indeed make this
Met Phaser Blaster of zo? Zo voor iemand vanaf security breach zou designen. Omdat de game van Ace is. Oh, oké. Okay. Maar gaat die beunwaag nog starten of wat? Ik wacht op jou. Ik staat er dat ik ready ben. Ja, ik zat daar toch nog niet te kijken, jongen. Ik ben gewoon. Tom, je bent wel echt gevaarlijke jongen, hé. Zo. Ja, je bent gewoon een beetje gevaarlijk af en toe. Ja, oké. Nou, restart maar weer. Koen, kom maar terug. Restarten. Hoezo? Omdat er geen zaklampen zijn. Oh. Koen? Ja. Oh, mijn holy fuckles. Hier komt Knuckles, echt. Waarom zijn er geen zaklampen? Tom zou ze kopen. Je moeder. Oké, laten we allemaal iets gokken. Nou, aangezien ik met jullie game. Goed, Poltergeist. Ik ga voor een demon. Oh, Moroi. Ja, hoor. Ik kom er één tekort. Ja, ik koop ze wel weer, hoor. Nee, ik heb er al twee, maar ik heb niet genoeg geld om een derde te kopen. Weet je, ik koop ze wel. Oké, we gaan wel leuk doen. Dan gaan we wel voor vier. Oké, ik heb ze toegevoegd. Nice. Hey, Mike. Kijk, het zijn de broers. Waarom zijn jullie exact dezelfde player, man? Ja, dat weet ik ook niet. Ik ook niet. Beetje retarded misschien. Loop je ook met een thermometer? Oh, Ouija board. Vraag hem maar wat het is, want ik heb geen geduld. Where are you? Ik denk hier, het is hier koud. Nee, 2 valt mee. Oh, hij is nog niet klaar, maar ik zie het al met een master bedroom. Oh, wacht. Master bedroom. Is het wel hier? Helemaal. Het was hier 4. Oh, nee. Goodbye. Interaction. Oké, meestelijke slaapkamer. We kunnen er denk ik wel van uitgaan dat het hier is. Of in de badkamer. Ah. Ja, dan zegt hij wel master bathroom. Yeah. Mag ik trouwens ook even specificeren dat we nu nog maar 1 kamer hebben. In plaats van 2. Met wat? Met videocamera's of zo. Dat we nog maar 1 videocamera hebben. Dat is 6 miljoen tripods en maar 1 camera. Ja, ik ben een YouTuber, hè. Ik heb tripods voor live, yo. Ever say that shit again. Voor live, yo! En ik ga Sanity Pills nemen voor live. Ja. Hier zit al aan de kookpil, hè. Dus moet je maar uitkijken. Tom Ouija board, hè. Kat nummer 30. Ja, jullie mogen best lichten aandoen, hoor, vrienden. Hey. Koen was in de buurt van die fusebox, dus daar.
Where are you? Hij is hier. Klopt. Lekker voor. Dat was heel duidelijk. Ja. Hé, hey, als jullie nou met z'n tweeën niet voor die klote camera gaan staan, dan kan ik misschien ook nog wat zien. Ja, maar sommige mensen... Staat erachter. Sommige mensen moeten ook dingen onderzoeken. Ja, en dan echt opbonken met je licht. Ja, orbs. Of orbs, with the dingers, dots. Dots en, hoe heet het dan? Spirit box ofzo? Ja, dots en spirit box dan. Yokai Ray Phantom of Diogen. Oh. Daar moeten we wel achter komen voordat hij gaat hunten. Hoeken? Okay. Welke kan weg? Oké, okay, Freezing kan weg. De rest blijft over. Lag er al een borrelboekje? Ja. Oh nee, oh wacht, nee niet. Nee, oh, ik dacht, maar het was Spirit Box. Can you write in the book, please? Oh. Ja, jij staat voor mijn neus. Jij gaat de hele tijd dezelfde kant op als ik, jongen. Ja, spastische fucking retard. Omdat jij dit... Jezus Christus. Omdat jij dit voor mijn neus gaat staan. Okay, nou, weet je wat? Krijg de tering, ik ga dood. Doe het. Oké, is goed. I saw it happen. Koen! Ik ga even het ghostje triggeren. Dorothy Nielsen. Dorothy, you suck. Dorothy Nielsen, can you hear me? Are you here? Kijk, doei. Yo, niet. En gebeurde het is zeker wel een... Oh ja, wacht, we hadden al Spirit Box. Never mind, lamme. Ik sta met die Spirit Box en het is zeker... I'm behind you. Oh. No thanks, I do not want to get raped. Nou, dat is ernstige shit, man, als ze achter je staat. Oké, geluid. Wow. Welk geluid? Je hebt die spelerbox aan laten staan. Oh, ja. Okay. Are you here? Weet je wat ik trouwens ook leuk vind? Dat we echt smart sticks voor deze hebben, maar geen aanstekers. Ja, precies dat. Hoe kan dat nou? Ik heb het al... Ja, ik heb het niet gekocht natuurlijk. Koen? Ja, ik had één aansteker gekocht. Koen had weer één zijn manier van belichting en aansteking. Dat is toch wel. Hadden we trouwens al een boom in. Welke deur? We hebben een boom op een dingetje. Ik ga wel kijken. Oh, de telefoon. Tom. Telefoon hier. Waar? Op het bureau, volgens mij, hiero. Ja, klopt, noem ja, hiero. Hier is de telefoon.
Netjes. Ja, introduction. Let's go. Heeft iemand zout en... Nee, ligt ook niet in de bus, maar... Oh, fuck me! Dat hoorde ik! Dat hoorde ik! I'm out! Doei! Wat wat werd er gezegd? Ik hoorde iets met move in to kill. Hoop ik niet, want dan word ik niet in mijn pointje genomen. En ik ook. Ik moet wat doen de pot open. Spastisch, want ik doe dat ding dan niet ergens op. Oh, we hebben geen zout. Kutzooi. Moet je winnen, hun? Nee. Wat is dat hoerenbot, jongen? Op een menu. Oh, hier al, hier ligt die. Waar? Hier. Waar ben je? Kom. Hier. Deze kamer. Naast het bed. IMF 2. Maar kijk, ik hoor dat ding in één keer piepen. Ik denk, fuck, punt. Huh. Die zitten qua sanity nog heel goed. En dat is niet goed voor ons fucking Objective 4. Hoe is het niet? Wat is Objective 4 dan? Get average sanity below 25%. Oh ja. 25% is. Ik weet niet hoeveel sanity Mike heeft. Ik heb 70. Oh. Oh. Ja, ik... Ja, Tom, maar die kunnen we zo halen. Hoe heet het? Ik ga gewoon nog even. We gaan gewoon even met z'n allen Ouija-board. Heb je die zo? Ik kan het Ouija-board toch maar één keer gebruiken. Nee, joh. Kun je twee. Tot die kapot gaat, hoor. Ik hem ook één keer gebruiken, maar hij ligt er nog. Nou, hij is rustig. Ik had het zo gehoopt dat ik meteen een punt zou starten als je dat had gezien. Waarom is het overal donker? Omdat ik het even wat donkerder heb gemaakt. Omdat hij nul activiteit vertoont. Oh, IMF5. Hoppa. Een rave. Hebben we net geen zout, gast? Ja. Ja. Man, wat mijn fuckers in mijn neus zien, zeggen. Ja, dit is best kloten. Oh, mijn sanity... Mike, hè? Ah! Punt. What the fuck? What the fuck was dat een Alexa fucking inbraakalarm, gast? Alle verlichting werd in één keer rood. What the fuck? Ah! Ah, mijn fucking buik! Wat een neuk was dat? Wat was dat, gast? Dat heb ik echt nog nooit gezien. Ja, die smutsers... Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat we Objective 2 gehaald hebben. Ja, dat wel. Boogers. Maar Objective 3 gaat hem dus niet worden. Nee, want Ivo heeft natuurlijk een aansteking gekocht. Ja, Mike. Mike? De grootste sigarettenverslaafde jongel bij ons in de groep en die vergeet aanstekers te kopen. Ja. Zo jammer dus. Sorry hoor. Ik wou het niet zeggen, maar Koen doet het nu inderdaad. Of Tom doet het nu inderdaad. Godverdomme.
verslaafde. Ik ben helemaal niet verslaafd. Nee hoor, je rookt er alleen maar 2 per dag, hè? Nee, nog niet eens. Ik heb het over pakjes, hè? Ja, maar ik heb het over het normale. Nou, gaan jullie anders even OE'tje samen? Jongens, letten jullie wel op. Zo. We moeten even OE'tje doen dan, hè? 5%. Maar we moeten echt... We moeten dat ding meenemen naar een safe spot, hè? Yep. Ik haal hem wel. Gaan we hier in de scan? Gaan we wel in die kast zitten? Is goed. Was het de bedoeling dat ik ook mee naar binnen ging? Ja, kan. Zijn we wel eerder klaar? Ik wil even kijken. Nee, hier zitten. Hé, hey, Mike, mooie plek, hè? Waarom hangt dat ding? Geen idee. Wat? Mike, doe jij Hey, boys! Met z'n drieën in een hockey. Dit is zeker niet gay. Hé, zuigen, slet. Oké, okay. Luigi board met je Heeft iemand de camera toevallig? Nee. Hey. Pak café. Waarom doe ik dit ook? Ik ben dood. Nee! Nee! Waarom gaat hij voorbij? What the fuck? What the fuck is dat? Hey Mikey! Ik had ook de hoogste sanity van de groep! Hoe bedoel je racistisch? The black guy is supposed to die first, gay. Mike, dit... What the fuck? Mike, dit gaat de shit... Dubbele hunt. Ja, dat gaat de shit. Ja, ik ook. Jongens. What the fuck? Dit gaat van buiten. Ik weet trouwens waar de bitch spawnt. Die spawnt zeg maar meteen in dat eerste gangetje. Oh ja. Ze span letterlijk hier. Hey Tom. Nou, jongens, maar zal ik hem gewoon afleveren? Nee, maar even serieus. Hoezo ga ik dood en niet de mongol die buiten die kutkast staat? Oh. What the fuck? Mike, je hebt hem al gehaald, je hoeft niet meer. Daarom. Hey Mike, ik denk dat ik vanmorgen wel een leuke short heb. Ja, ik denk het ook. Ik geef geen beeldrechten vrij, dus ik ga je fucking video claimen. Nou, je doet al maar in deze video. Ziek, $27. Oeh. Ja, dat had ik ook. Mike, nu mag jij wat kopen. Ja, met $236? Ja, iets. Ja. Oké. Okay. Ik koop wel flashlights. Hoe kom jij aan zoveel geld trouwens, Koen? Ik heb toch fucking... sowieso... Ja, jij hebt sowieso Shark. Ik heb toch al fucking veel gespeeld, heb ik. Hè? Ja, maar ik ben een veel hoger level dan jou en ik ben altijd broke. Ja, maar dat komt omdat jij 9 of 10 keer ook al niet dood. Wat zei je? Je viel even weg. Dat komt omdat jij 9 van de 10 keer ook als iemand dood gaat. Nee hoor. Echt wel. Ik carry je team meestal. Ja, echt hoor. Oké, laten we... Sorry, ik denk dat we er nog een room bij moeten. Ik heb niet genoeg om voor z'n ego. Hey Tom, als Mike zometeen doodgaat, dan heb ik er nog een short. En he thinks he carry us. Ja, dan hoor je me nu zeggen, I am always the one carrying you guys. Ja. En dan kut je naar dat, dan knip je het videootje door naar wanneer ik doodga als ik.
Ja, dat zou wel kut zijn. Koen, jij bent ook dyslectisch, hè? En jij hebt corona. Wat? Wat heeft dat met elkaar te maken? Ik zeg, Koen, jij bent ook dyslectisch, hè? Want jouw laatste video heet namelijk Phasmophobia, wit. Ja. Wit schrijf je met W-T-H. Ja, dat weet ik. En je moet ook echt niet in de zitten. Maar nog een ding. Koen doet zijn titels in het Engels, maar hij is een Nederlands kanaal. Ja, ja. Nee, maar Tom, dat komt door die kut autocorrectie. Want die autocorrectie... Hier, het is zo... De video begint... Dan begin ik met Mike, dat is zo'n titel maken. Ja. En dan komt dat ding en dan hoor je in één keer fucking hard. Tu-t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 u
die video gewoon nergens meer op zon had. Ah joh, boeien. Oké. Okay. Hey Tom, doe eens rudy, jongen. Ja, ik kan wel echt een Alia intro doen. Oh ja, we kunnen het nog niet doen. Maar kan ik hem ook meteen door Discord in blazen? Waarom hebben we echt precies gewoon nul equipment? Man, ik hoop het hier gewoon. What the fuck, jongens. Hey ho, op die thermometer uitvallen. Daar ook een stroom op. Ja, stroom staat aan. Oh, summonum cirkel. Hier. Bot gevonden ook, hoppa. Zestien... Tien. Oh, wacht. Was pak staan. Af, jongen. Klote beest. Hoera, jongen. Sodemiet erop. Kutvie, die wil dat voor op beeld blijven hangen. Basement boys. Oh top. Oh nee. Weet je dat ik hier echt wel nul zin in heb? En vooral deze kutstoel. Je klinkt nu als die ene Rekit, weet je wel. Oh, mijn hoofd staat echt op ontploffen. Oh, het is niet zo goed. Ik kan hem ook boeken, man. Dat is wel het nadeel van nu, zeg maar, je nachtdienst draaien, is je... Ik moet natuurlijk overdag slapen als het tegen warm is, en dat is gebeurd. Ik slaap gewoon slecht. Yep. Dat ik nu voor de vijfde nacht wat trainen heb, dan heb ik nu wel echt zin van hey. Maar heb jij ook dat als jij niet onder de dekens ligt, dat je niet kan slapen? Nee, niet echt, man. Dat heb ik namelijk. We are all here. Can you say something to me? Where are you? Als je... Ja, lekker maakt die.
Where are you? Give me a sign. Wie was dat? Oh. Tom, heb jij wat dicht gedaan? Wat? Deed jij een deur dicht erboven? Ja, ik deed de deur aan de Where boven. Are you? De trap dicht, maar dat was het ook wel een beetje. Okay. Where are you? Give me a sign. Orbi. What the fuck? Loopt ineens een konijn door de camera beelden. Oh, maar Mike, ga jij eens boven bij de trap staan? Anders even bij de deur. Oh nee. Dus er. De stoel. Goed man. Maar daar wou ik eigenlijk niet meer gaan binnen. Interaction heb ik wel van hem. Nou, veel plezier daar, Koen. Doei! Ja. Oh, hij is alweer gestopt hoor, daar. Where are you? My guy. Oh. Mijn event. Where are you? Als je komt, team. Give me a sign. Waarom moet iedereen komen als ik hier bezig ben? Omdat ik die stoel niet kan bewegen anders. Niet bewegen anders. Boys, doe die fusebox even aan daar. Done. Gedaan. Are you here? Are you here? I'm here. Where are you? Weer een event. Nou, dit is... Oh, wat is dit? Gast, dat is toch geen event? Maar na de eerste was het een hunt. Dot projector. Bijna de eerste was het een hunt. Koen is dood. Maar ik heb ook dot projector, Mike, dus... Oké. Okay. En Ghost Orbs en Dots projecten. Alleen moet ik me er dan zorgen over maken dat ik nu opeens de klote orbs in één keer moet zien. Terwijl ze er net wel hadden. Nee, nee. Bij nader inzien? Het is ook een vieze vuile kruiper. Oh, dat is toch het leukst. Maar ze spant gewoon in de garage. Ik bedoel in de kelder. Dan zag ik die chick één keer door die dots heen. Oh, hey boys, fusebox uit. Ja, ik zag het. Ik zag de dots, man. Hey, boys, ghostwriting. Oh ja, ik zie de pen bewegen. Ja, ik zag de pen bewegen. Een V. Oh, die zijn gevaarlijk, man. In het begin. Oh, de stoel gaat weer heen en weer. Ik zie het. Get a ghost to walk through salt. Have a member of your team escape the ghost during a hunt. Ja. Cool. Goed gedaan, Koen. Wat heb je voor jezelf te zeggen, jongen? Niks maar. Alsjeblieft. Ik hou van een kop tegen je bek. Hey, geef mijn kopje terug. Yeet. Jeet. Ja, we kunnen die summoning circle kunnen we doen, hè? Maar dan heb ik wel je hulp nodig. Want? Nou, zodra ik hem oproep, moet jij een foto van hem maken. Mike, kom eens hier. Koen is toch zo gehecht aan zijn kopje? Ja. Ah, je kan hem niet over de borden heen gooien, pap. Ik heb hem weer, na. Maar hoezo heb je mij nodig, man? Ik kan geen vier dingen vasthouden. Oh. Dus dan moet jij een foto van hem maken als hij te zien is. Maar dat moet kunnen je dan echt gelijk doen, hè? Kunnen we hiden, zeg maar, fucking ding in de... Ik heb er al wat om in. Hier, de camera heb ik hier. Ik heb er al eentje in mijn hand.
Oh, oké. Okay. Nou, als je er nog één wil, dan... Wacht. Ga eens terug op die rem. Back off, man. Back off. Mile for certain death. Dat is sorry. Ik zei het weer, ik ben echt een kloot. Wat is zo wat gonseld in vorderen. Interaction 2 sterren, zuig me kloten man. waar rennen we naartoe, Mike? Dat is wel even handig, is te coördineren. Ja, goeie. We moeten... Garage, kan je. Ja, garage denk ik. Gewoon in Lucas. Dus we dienen across, dat is aan deze kant. Ja, hier kunnen we in. Dan wordt het lampje in de garage aan en het lampje hier. Dat is dan perfect safety there. Gooit hier heel veel op de grond. Ook in de, in de kelder. Oké, okay, dan ga ik het aansteken. En dan moet jij zo snel mogelijk... Ik maak een foto en dan giet ik die camera weg, hoor. Ja. Foto maken, camera gieten en dan gaan we snel naar die plek. Oké? Ja? Fucking. Oh, kut. Nee. Dat was stom. Mike. Nee, dat is Mike. Oh, dat is Mike. Ook toch jij. Fuck it. Ah, Tom, nu moet je het alleen doen. Zeker niet. Je boy gaat weg. In de groente. Pussy, jongen. Als ik ook dood ga, dan hebben we weer geen toekomst. Tom, nee, jij had zoveel mazzelen dat jij naar boven was gelopen. Ja, echt. Nou ja, ik liep alweer terug en toen zag ik in één keer die kamer weer gaan flikkeren. Ik denk, yo, doei. Ja, Mike, maar het is echt zo'n vieze, vuile kruiper. Ja. Alleen, we hebben nu echt gewoon letterlijk geen spullen meer, volgens mij. Tom, jij moet, alles, jij moet echt alles gaan kopen. Ja, dat ligt eraan hoeveel geld je krijgt. Ja. Ik... Nou, AC, 130 dollar. Hoppa, 22. Ja, ik krijg ook maar 22. $217 in total. Ik koop een thermometer. Jongens, ik heb 4 sanity pills wat ik toevoeg. Ik heb een fotocamera en 1 strong flashlight. Oké, dus dat is alles wat ik heb. Ik koop 1 candle. Ik heb 1 candle en een thermometer gekocht. Waarom koop je een thermometer als ik net zeg 3 keer ik heb een thermometer? Omdat jij helemaal wegviel. Dat heb ik helemaal niet gehoord. Ja, echt wel moeder. Nou, Nee. Vader, moeder, Koen. Echt. Jouw vader, moeder. Jouw vader en moeder. Wauw, man. Dat is best wel beledigend, trouwens. Weet ik, ben ik ook. Daarvoor ben ik ook Nederlander. Nou Tom, als je sowieso maar 2 strong flashlights koopt, is het... Strong flashlights! Oké, wat hebben we nog meer nodig? Ik heb nog 117 dimmertollen. Een motion sensor kan handig zijn. Voor missies. Ja, maar dat is ook meteen 100 dimmertollen. Ja. Maar als het missies zijn, dan heb je het wel zo terug. Maar voor de rest hebben we eigenlijk alles wat we nodig hebben. We hebben geen tripods. Nee, maar dat hebben, die hebben we niet per se nodig. Maar je kan er eventueel eentje kopen. Nee, want ik heb nu nog maar $17. Oh. Als emotions, als ik $117 heb, Koen, en emotions voor $100, hoeveel geld heb ik dan nog over? Ja, ik weet toch niet hoeveel een tripod kost, joh, uit mijn hoofd.
25 dimmerdollars! Ja, daar heb ik net gekeken. Nou, oké. Okay, Back your arm needs me. Okay. Kom, we gaan naar Siren. Hoppa. Ga jij even lekker in één keer Siren spelen of zo, team? Want Kees. Oké, hoor. Nou, dan Tanglewood Streethouse. Mike? Ja? Wil je stoppen met Dota? Nee. Al mijn cellen gaan naar Atoms en daar voorbij. Tom, ready? Ja, top. Lekker bezig, Tom. Nu ben ik een keer meneer Temperatuur. Koen? Ja? Kom eens terug. Mike, wil je de sleutel pakken? Kom eens terug. Waarom? Waar zijn mijn tripods? Die kon niemand kopen. Fucking... Rie! Gewoon deze rie! Deze gaat maar ook niet, hè? No. Oh, bot heb ik gevonden. Kom je nog, Tom? Het is hier ook. Hier was het. Hier was net 4 graden. Ja, 5 graden is het hier. Ik kap hem al. We gaan verder kijken nog dus. Waar is hier? Eigenlijk als je het huis inkomt, links. In dat kleine gangetje nog. Het is in het gangetje. Ja, hier. Oh, in de basement heb je een mooie plek om te verstoppen, boys. Dus achter een schotje hout kan je zitten namelijk. Oh, het is nu bloedheet hier. Het is nu 13 graden was het. Wacht, zag ik mijn adem? Hier is het. Ik had één. Ja, hier, vriezing hier. Zie, ik zei het toch? IMF 2. Welke homo staat er voor me? Mike. Ja, hier ging iets af met IMF, man. Dat weet ik, maar ik probeer de camera af te stellen. Ik zit tegen iemand kaal achterhoofdje aan te kijken. Nou, zo kaal ben ik niet hoor. Gast, heb je jezelf wel eens gezien? Oh, fingerprints. Hier, hoppa. Oh nee. Het kan een demon. Het kan een demon zijn. Ik word gejumpscared. Wees alsjeblieft geen demon. Hou weer. Dus schrijf. Kutstoringen! Wanneer jullie aan het discussen zijn over fucking IMF en shit, en in één keer hoor ik achter mij en ik piep. Nee, what the fuck? Dat was de brandmeldcentrale. Dat was geen random ghost. Ja, joh. Over hier. Give me a sign.
Koen, kan jij het licht van de keuken even uitdoen? Are you friendly? Het interfeert met de fucking podcast. Oh, Span, ik zag de boek. Boys, ik ben weg, het is een fucking demon. Het is een fucking demon. Boekie, 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 boekie. Well, that escalated quickly. Het is oprecht, ik zeg je wel, het is een rustige thema. Nou, Koen, gaat die objectives niet behalen. Nee, wat denk je zelf? Wat is hun ten object eigenlijk? Dat heb ik nog niet eens gevonden. Nope. Oh, ik heb misschien wel een idee. Ik denk Oichi, of Music. Ja, en het is geen Oichi, dus ik denk dat ik weer dood ga. Voor de... Want? Ja, Music Box. Misschien ga je dood, waar is die? Waar is die? Waar is die? Waar is die? Hier links. Waarom gaat hij in één keer op lucht uit? Mooi. Waar is hij? Heeft Mike hem al opgepakt? Hier is hij. Mike, hij heeft ook letterlijk de enige wat hij hier heeft. Waar is hij dan? Bij mij, hij ligt hier. Misschien moet ik er eerst een foto van maken. Ark, die taart. Maar we moeten allemaal binnen zijn. Dus, nee. Effort sanity blow 25%, you know. Oh, bij demo lukt dat wel makkelijk hoor. Oh! Doei! Nou, wat doen. Hij pusht hem ook gewoon naar buiten, hè? Naar binnen bedoel je? Nee, naar binnen ja. Ja, bedoel ik. De game pusht mij naar binnen. Ik was al buiten namelijk. Ja. Ik kan niet interacten met de deur, man. Zeg maar, ik krijg helemaal geen kans. Ben je dood, Mike? Trouwens of niet? Nee, ik leef nog. Lekker. Ja. Ik zit er nog in een hunt. Ja, hun is toch bezig. Teringlange hunt, gast. Het is al bijna 50 seconden hunt. Wat staat eronder, Tom? Time in 30 seconden. Oh wacht, oh nee, laat maar. Sorry, kijk verkeerd. Oh ja, hun is voorbij. Ja, ja. Hun is voorbij. Kom snel. Tijd in seconden, Koen. En ik zeg, oh jezus, het is al bijna... Ja, ik zat verkeerd te kijken, sorry. Maar die missie wordt wel pittiger. Oh, je moet er. Punt. Yep. Ben je binnen? Ja. Fuck. Nu denk ik, Yeet nog even zo'n motion sensor tegen de muur, toch? Ben je dood? Nee. Je zit in de kluisje zeker? Ja. Ik heb alleen wel per ongeluk mijn flashlight weggetiefd, dus ik zie niks. Hoe lang hunt deze man? Lang. Nee, ik hoor hem nog steeds. Ja, hun is bij. En ik zie hem ook. Hun is bij. Are you sure? Ja, hallo. I prepare you to Christ. Vanaf waar hunt hij eigenlijk? Geen idee. Broer, ik zit nog niet eens onder de 50%, what the fuck? Die demon kan wanneer die wil, hè? Vanaf 90%. Dus dat is wanneer die wil? Ja. Ja. Maar kijk even hoe lang ik in die hunt heb gezeten en hoe weinig sanity ervan afgaat. Maar ik ben met een endpunt. Als jij met die musicbox gaat lopen kloten, zeg maar, binnen. Is de kans dat die je dan in één keer pakt, ook al zit je verstopt, heel groot of niet?
Ja. Want? Ga ik aan de overheid of zo? Ja, dat ook. Maar ook als je op een stopplek zit? Ja. Dan kan hij zo schrijven. Why? Het is een demon. Ja, dan is wel. Wat is dan het nut van die hunted objects als je het kan gebruiken terwijl je verstopt zit? Dat vind ik wel echt een beetje art retard, zeg maar. We moeten gewoon allemaal in een van die lockers gaan zitten. Of op een andere plek. Gewoon wachten. En misschien musicbox nog een keertje. Hoezo, dat ding is toch al gebruikt? Dat heb ik gedaan net. Oh ja. Je deed letterlijk dit, Mike. Ping! En toen werd je al meteen geklapt. Ja. Kan je maar één keer gebruiken dan? Lijkt mij wel, ja. Oké, okay, pakken jullie die lockers, dan ga ik naar de basement. Ik ga even mijn tosti's in het apparaat gooien. Ik zit in dat kinderkamertje. Hou op met storing aangeven! Tom heeft wel af en toe een beetje een probleem. Agressie. Ik heb wel, ja. Agressie een beetje. Wacht, sorry joh, maar ik ga even. Ik word hier gestoord. Oké, ik heb even die spiritbox uitgezet. Nee, ja. Want hij stond nog aan. Oh. Waarom doen jullie hem niet gelijk uit dan? Ja, ik had hem uitgedaan, alleen ja, ik denk dat Tom heeft gebruikt nog. Ik had net even gekeken en we zaten op gemiddeld 45% sanity. Oké. Dat is niet veel. Ik bedoel, dat is te veel. Gaat niet zo snel naar beneden, helaas. Maar ja, Mike, dat is ook het kutte. We hebben ook nog objective van Capture Ghost Photo. Ja. Dat is kut. Maar ik weet je hoe je heet. Oké, de ghost, William Gaten. En... Hij komt recht op me af. Oh. Mike, en we hebben de objective gehaald. Oké. Hoor je hem nog? Ja, ik hoor je nog. Hoor je hem nog? Ja, ik hoor hem nog. Oh. Ja, iemand gaat ook weer af. Zit hij op die trappen, weet je wel? Ah, daar. Weet je, hoorde jij een beetje waar hij spant? Nope. Want ja, dan kunnen we, als we dat zouden weten, kunnen we een beetje crucifix een beetje daar in de buurt neerleggen. Voor mij is hij voorbij. Denk je, ik hoor niks meer. Ja, denk het ook. Dus we kunnen naar buiten. Ja, ik gooi die crucifix nog even een beetje verspreid. Ja, zo. Ja, ik ben buiten. Nee, ik bijna. We hebben ook echt niks meer, eigenlijk. Gast, ik stond hier en mijn flashlight fucking flikkerde. Wat?
ervoor. Ja, ik weet niet wat Tom gaat doen, wat Tom aan het doen is. Ja, Hunt. Nee, Yvette. Ja, Tom is natuurlijk zijn tosti pakken. Dus hij gaat... zit toch binnen? Ja. Zo, Hunt. Dit is echt niet handig. Hé, hey Mike. Oh, top. Ik heb hem goed neergelegd. Dus crucifix. Hoppa. Lekker. Moet ik 4. Ja, netjes. Ja, en, want dat is het ding wat de demon het meest haat. Oh, hij loopt wel. Richting Tom loopt hij wel. Ja, hij zit wel in die ghost room, ja. Ja, ik zal me niks vragen als Tom dood gaat hoor. Oh, Tom zegt, zit gewoon in kluizen verstopt hoor. Maar dat boeit niet, hij kan hem zo open doen. Ja. Ik zat op een betere plek. Ja, ik zat in die... Ik zat gewoon... Mike, kom eens. Ik zat hier al. Dat was ook een goede plek. Hier al. Gewoon die kast. Ja, gewoon... kan hij ook open doen. Ja, ik kan hem open doen, maar ja. Hij is niet eens geweest. Ik zat in de basement achter dat houten muurtje. Oh, daar. Beste plek. Weet je wat nou leuk is? Nou. Zeg het eens. Hij heeft het kluisje een heel klein stukje open gedaan. En ik zie hem letterlijk staan. Hij is maar aan het spawn campen. Volgens mij is hij voorbij, of niet? Ja. En heel... Je hebt echt geen sanity. Oh, hun. Oh, je fucking vader-moeder. Vader-moeder! Mijn moeder is een fucking moer. Komt hij nou gewoon nog een keer? Ja. Ja. Tom, in de kast, In de kast daar. Rent voorbij of niet? Nope. Ik moet opschieten, want mijn tossies zijn verbrand, denk ik. Ik zie ook gewoon je hand door de muur heen. Ja, toch. Maar hij had dus het kluisdeurtje een heel klein stukje open gedaan. En ik zag hem zeg maar door die spleet in het deurtje zag ik hem staan. Ja. Maar hij pakte me niet, maar hij stond zeg maar recht voor het kluisje. Echt zo van... Hunt voorbij. Hunt voorbij. Ga niet met die deur lopen, klote kon. Ik doe hem open voor je. Nee, je moeder, je trok hem weer dicht. Nee, ik deed hem open. Ja, vader, moeder. Nee, jou hoor. Mooi. Ik ga weer terug naar mijn tosties krijgen. Tere! Mike, wil je die laatste nog doen? Oh, wacht. Ja, we hebben weet ik niet. Nee, we hebben geen smudge, dus... Nee, dan... Oh, wacht nou, we hebben één smudge. Ja, het... kan op zich wel. Zullen we het gewoon doen? Hij is een beetje actief, hè? Ah, joh, boeien. Fuck it. Oh, wacht, kom. Laten we... Ja, Tom gaat toch niet meer naar binnen. Laten we gewoon even twee centipillen allebei naar binnen. Nee. Ik ga het niet doen. Ik wil niet nog een keer dood. Ja, jij mag het doen voor mij. Ja, maar ik wil niet nog een keer dood. Ja, ik kan het niet. Alleen kan ik het niet. Dat is het kutte. Kijk, we hebben nu 4-5 potjes gespeeld en ik ben 4 keer dood gegaan. Ja, ik ook. Nou, oké. Oké, is goed. Dan gaan we vandoor. En mazzel. Ik zit in de muur. Oh. Ik zit in je moeder. Oh, wat? Zegt jij over mijn moeder, jongen? Waar moet je komen dan, jongen? Nou, oké, doe ik nog één potje, dan ga ik zo... Doe ik nog één potje... Ga gewoon naar binnen en haal dat objective, ja! Nou, Mike durfde niet. Wat Mike durfde niet? Ik doe altijd alles. Jij durfde niet, ik wou naar binnen.
Fucking tarot cards. Oké, doet Mike wel hoor. Nee, ik doe nooit wat. Hè? Nee, tarot cards doe ik ook heel vaak. Alleen ja, heel vaak. De rest doe ik. Music box doe ik altijd. Nou ja, maar dat doe je zelf. Ja. Jij niet durft. Ja, schijnluis. Maar Ouija board die doe ik altijd. Doe jij de music box maar. Is als goed. We een music box hebben, dan ga jij hem doen. Is goed. Veel plezier ermee. Is goed. Zo kan ik het ook spelen. Ja, is goed. Ik doe hem wel, hè. Ik doe het wel, hoor. Mike, jongen, ga leuk doen. Oké, ik ga jou een beetje... Ik ga jou blij maken, Mike. Hier, stik erin. Hier heb je twee tripods. Kijk, eindelijk. Oh man, ik begin ook last om een reet te krijgen hiervan, joh. Godverdomme. Ja, dan moet je niet zoveel dingen in je reet doen. Sst. Best maar bijna. Moet je niet zoveel puntige dingen in je anus doen. Dat doe ik helemaal niet. Nee, maar dit wordt mijn laatste potje wel voor vandaag. Als jullie weer... Oké. Ja, ik moet morgen weer werken, hè. En ik moet natuurlijk op zich vroeg wakker zijn om mijn arm te installeren en zo. Als die schuifluis voor een pom even opschiet. Maar Mike, mijn geluid klinkt nog steeds goed. Alles? Ja. Dat is heel mooi. Goeie aankoop is het al. Tenminste, zal ik even naar je stream luisteren dan? Is misschien goed. Beter. Misschien is dat een beter idee. Oh, wacht, ik heb hier misschien ook openstaan. Ja, Koen is het! Geluid klinkt nog steeds goed. Alles? Ja. Ja, het klinkt gewoon. Hij durft nooit die shit alleen! Hij vraagt het altijd weer aan Mike! Want die zit er nooit zo doorheen! En maak op schiemen is ook gewoon netjes. Dus dat is mooi. Daar houden we van. Tom, doe ready up, jongen. Jongen, ik ben toch net terug. Relax, tranquilo, broer. Hij is goed, broeder. Moet er nog shit al wezen? Voor mij wel, hij heeft alles wel een beetje. Hoe chemisch hebben we? Hé. Oh, kut, hebben we nog iets nodig voor een volle bus? Ja, videocamera's hebben we nog nodig. Videocamera. En natuurlijk een sound descensor. Hebben we nog genoeg stronk flashlights? Zolang is het stronk. Sound, smudge sticks. Paraboltje. Lighters. Ja, parabool kunnen we wel. Crucifixen. Crucifix hebben we. Dat is goed. Parabooltje? Ja, parabool kan handig zijn. Misschien nog een kaarsje. Eén kaars of zo. En, wacht even. De smidstix hebben we allemaal. Ja, camera's. Genotje. Hotsuflots. Ja, op zich zo. Netjes. Lekker jongens. Mooi. Nou, succes met alles zelf en ik. Ja. Oké, Mike, kom op. Laatste potje wil ik wel met een win afsluiten, als het kan. Ja, dat wil jij. Ja, jij niet dan? Ja, als jij dat wil, dan wil ik het niet. Oké, dan ga je dood. Als die musicbox staat, dan ga jij het doen, hè? Ja, is goed. Daar hou ik je oprecht aan. Ik ga kijken. Oh wacht, nee kut, ik ben al te ver. Het is geen spiegel. Nee, casino witbrood. Ik heb zo ham en kaas. Kaart en... Toast op de perfecte temperatuur. Beetje mayonaise. Oh. Nee, geen ja, dat is poggers man. Oké. Okay. Casino wit. Oké, Fusebox staat aan. Casino bruin is ook best lekker hoor. Ja, weet ik nog. Maak het eerst maken dan. Maak Summoner Circle is het.
Nou, ga jij maar die summoning save doen. Nou, is goed ook straks. How to die in 30 seconds. Nou. Ja, ga ik niet. Ik ga het niet nu doen en ik ga het ook zeker niet alleen doen, want ik ga niet smutsen en dit doen tegelijk. Wat is dat, Koen? Durf je niet? Ja, ik voel mij echt niet hoor. Maar ja, ik ga niet smutsen. Hoe kan ik het nou? Oké, geef maar. Oké, ik ga het doen. Fuck. Als jullie het zo gaan doen, fuck jullie dan. Echt, mag jullie. Zet dan wel eerst even een cammy bij die summoning server, hè? Zeg maar ballen. Ik heb het bot. Mike. Waarom zeg je zuig mijn ballen en dan Mike? Flikker op. Ik zeg nee, Koen zegt zuig mijn ballen. En ik had eigenlijk, zei eigenlijk Mike, omdat je dan even een cammy bij de summoning server moet hebben. Ja, maar ik ben die ghost room aan het zoeken. Ja, maar ik wil zien hoe Koen doodgaat. Ik ga niet dood. Ik ga wel eerst even verstoppen als zoeken. Ik hoop hier ook dat het lukt. Kan ik hier? Nee, fuck. Waar kan ik verstoppen? Hero. Nee, garage ook. In die boys bedroom kan je hier verstoppen. Oh, hier ook. Hier, daar verstopt verstop Koen zich wel vaak. Ja. Daar houdt hij wel van. Stevig pakketje spelen. Deze video niet eens verstrikt, maar dan weet ik het ook niet. Ja, die lopen met die headband op trouwens. Holy shit! Hunt! Dat wist ik al lang al. Ja, ik ben dood. Heb je nou echt dat ding aangetoten, Koen, zonder dat je wat echt bij hebt gezegd? Ik zei, ik ga summon of zikkel doen. Dat zei ik net. Nou, één ding weet ik wel, we sluiten deze video niet af met een bit. Jawel joh, we komen Koen, balhaar, ik zeg toch, ik ben die ghost room aan het zoeken. Ik zei, jullie gaan zo doen, ik ga die summon of zikkel doen. Balhaar, ik ben toch met die fucking ghost room bezig? Ja, balhaar, dan ik was die summoning circle aan het doen. Ja, waarom doe je die summoning circle als we die fucking ghost room nog niet eens hebben? Ah joh, omdat het leuk is. Maar ik heb wel onder je sterren van het dan. Yeah, I'm fucking dead. And it's your fault. No. Again. It's your fault. Ik wil dat Mike zijn schuld. Je geeft hem niet even tijd om over het huis uit te gaan. Nutter Butter op je stream zegt dat het een banshee is, man. Ja, dat geloof ik helemaal. Chat heb altijd een klein beetje gelijk, hè? En zo niet, dan is het voor de humor. Dat is wel voor humor. Maar wat mooi is, Koen heeft een Engels chat, dus hij lokt Engels mensen nu, terwijl wij Nederlands praten. Sowieso. Hé, Koen? Sowieso. Ja, dacht ik ook wel. Nee, maar ik denk dat ik... So, yes, for the chat, Pubic Hair just executed his fucking best friend by doing a summoning circle without telling said friend he was doing the summoning circle. And I'm just of no use because I'm eating a grilled cheese sandwich. And that said friend would be me. Because okay, this is the best content. I'm watching some dumbass die while eating food. Het is de garage, Tom. Oké. Okay. Hij zat aan de kluisjes. Wat zat hij aan, hè? Zou die willen? Pff, jezus, jongen. Ik denk niet dat hij dood zou willen, maar... Nobody wants to touch that.
Mike, welke geest was dat? Ook alweer? Dat weet ik niet. Jij hebt me vermoord. Nee. Welke geest kan instant het licht uitdoen? De mer. Dan is de mer. Bom. Ik deed licht aan. Echt gewoon op het moment dat ik het licht aandeed, was het licht al uit. Ja, dat is dan trip die vuurstok. Dat doe wel meer dan. Nee. Een mer vuurstok stond nog aan. Maar ja, mers kunnen dat. Gelijk je licht uitdrukken. Dat is de enige geest die dat kan. Maar wat heb je nodig voor een mer allemaal? Ghostwriting? Orb en Spiritbox. Ga ik die dingen even testen? Maar hoeveel sanity zit er eigenlijk op? Oh, ik heb nog iets van 75. Hey Mike. Ja? Wat ben je? Waar are you? Kijk, hoppa. Spiritbox. Respons. Dan nu nog ghostwriting en een orb. Mike, maar ook. Hoe heet het, Mike? Ik vroeg ook gewoon where are you aan die ghost en die reageerde gewoon met. Tyfus, we hebben geen sanity pills meer. Dan, nou, Mike heeft niks van. Heb je nou echt serieus in je eentje al die pillen op, jongen? Ik heb er maar twee op. Hadden we maar twee dan? Ik had vier gekocht. Fijnbaar, want ik heb niet meer broken. Ik ben niet meer broken. Ik heb er maar twee op. Ik heb nog pillen gekocht. Kijk, Tom, let op, hè. Dit ga ik met Koen doen als hij komt. Let op je schermen. Ik steek hem, you! Jezus, man. Ja, Orep. Lekker. Ja. Ja, en het is sowieso ghostwriting, dat weet ik toch al. Zullen we het gewoon invoeren? Of willen we nog die challenges doen? Mike. Ja? Kijk, zoek de Discord. Oh nee, dit gaat fout. Wat? Tom, maar doe jij nog mee of zit je nog steeds zit je nog steeds eten? Ik ben toch aan het eten, jongen? Ja. Doe eens even rustig. Nee, je bent zo lang bezig. Ja, moet ik genieten van mijn tosties, of wat? Nee. Maar ik denk dat ik het gewoon... Maar Tom... Als jij jezelf nou eens kutig maakt... Hoezo? En misschien ook even zo'n fucking DOS-projector neerlegt, zodat we ook daadwerkelijk kunnen zien wat het is. Dat is niet het is geen Dots of Orb. Nou, Orb is het. Maar het zou alleen nog Ghostwriting moeten zijn. Wat heb je nu al dan? Spiritbox en Ghostwriting. Ik bedoel Spiritbox en Orb. Maar ik weet toch wel, het is een mer. Want dat is de enige die dat kan. Binnen echt 0,001 seconde licht uit. Als je het fout hebt, mag ik je slaan. Nou, nee. Maar het is toch goed.
weet hij ook dankzij mij hoor. Ik neem de credit. Nou, Mike, het komt ook. De vorige keer hadden wij het natuurlijk samen. Had ik het ook een keer gehad. Maar toen wisten we natuurlijk niet welke geest dat deed. Ja, ik wist het en ik heb het jou verteld. Ja, maar. Nee, maar toen hadden we het fout omdat we niet wisten welke geest het was. Maar boys, ik ga mijn bedje in. Welcome back. Cool, is al dus gehaald. Nou, nee. Nou, later boys. Later! Ik